Het is een jonge ploeg. Jij bent een van de oudjes, dat was je al, met alle respect. Voel je jezelf nu nog ouder, nu de kloof nog groter aan het worden? Nee. Dus ik denk dat je juist jonger gaat voelen, met zoveel jonge jongens om je heen. Maar nee, zonder gekkigheid. Kijk, er is een hoop veranderd. Er zijn veel jonge jongens bij, maar het is wel weer een hele andere dynamiek in de groep. En het zijn allemaal talentvolle jonge jongens die heel gretig zijn. En dan moet je proberen je voordeel uit te halen. En dat zal wel wat tijd nodig hebben, maar daar zijn we hard mee bezig. Was voor jou slikken dat er wat ervaren jongens weggingen? Je bouwt een band op met die jongens. Ik heb het al vaker gezegd, je ziet elkaar vaker dan je eigen familie. Je bent dag in dag uit met elkaar bezig. Dus ja, je bouwt wel een bepaalde band met elkaar op. En als je dan eigenlijk binnen een maand vier oudere jongens zelfs verliest. Ja, het is niet zo dat het niks met je doet. Ik bedoel, dat is ook de voetballerij. En het belangrijkste is weer aankomende wedstrijd. Dus je moet het zo snel mogelijk een plek geven en weer doorgaan. En bezighouden met waar je invloed op hebt. En dat is het voetbal en dat zijn de wedstrijden. Afgelopen weken zijn er eigenlijk wekelijks nieuwe spelers bijgekomen. Heb je dan een idee met 16 nieuwe spelers op dit moment waar je staat als ploeg, hoe goed je bent, wat je kan verwachten van je ploeg? Nou ja, dat is denk ik nu nog heel moeilijk in te schatten. Omdat nieuwe spelers, los van het feit of ze jong of oud zijn, dat heeft altijd tijd nodig. En je moet aan elkaar wennen. Je moet ook op elkaar ingespeeld raken. Om nou nu aan te geven waar sta je, dat is een hele moeilijke vraag. En het is wel voor ons taak om zo snel mogelijk naar een hele goede, vaste en stabiele ploeg toe te groeien. Zodat je wedstrijden gaat winnen. Ja, de markt is nog 2 weken open. Ik heb ook niet de illusie dat er niemand meer bij komt. Dus wat dat betreft blijven er ook nog wel verse krachten komen. Ja. Kan je dan eigenlijk pas vanaf na 2e week oktober zeggen van dit is ADO, hier staan we? Hier nou, weet ik niet. Ik bedoel, los van of er nog iets bij komt, ja of nee. Je moet kijken naar wat je nu hebt. En daar moet je een sterke formatie mee gaan vormen. Ik weet niet of er spelers bij komen. Daar hou ik me totaal niet mee bezig. En ik richt mij op de groep, op het proces waar je in zit. En we moeten wel snel een eenheid gaan vormen om wedstrijden te gaan winnen. Ja. Deze week hebben jullie een nieuwe speler verwelkomd, Trevor Morrison. Los van alles wat aan de voorkant in de pers stond en wat hij allemaal gedaan heeft. Puur even naar het voetbaltechnische van die jongen. Ja. Wat zag je deze week op de training? Ik kan wel gelijk zien dat die jongen kan voetballen. En kijk, ik vind je moet er wel altijd mee oppassen. Want om nou direct te zeggen van het is een fantastische speler, ja of nee, ja, dat vind ik heel lastig. Maar goed, je ziet dat hij gewoon heel erg comfortabel aan de bal is. Dat hij iets met zich meebrengt. Hij heeft natuurlijk een brok aan ervaring. En dat is misschien wel een stukje wat wij nu missen. Dus wat dat betreft is het denk ik een goede versterking, ja. Is een jongen die een wedstrijd in een wedstrijd speelt met individuele kwaliteiten? Nou ja, het is wat ik zeg, een jongen die heel erg comfortabel aan de bal is. En dat is toch wel fijn als je dat soort jongens op het veld hebt. Die graag de bal willen hebben, die het spel willen maken. En dat je vanuit daaruit kan gaan voetballen. Dat is toch fijn. En dat zijn ook spelers die je nodig hebt, ja. Nee, ik ben ook comfortabel met een microfoon, maar als ik stotter dan sta je er ook niks van. Nee, nou ja, goed. Maar kijk, het is, je ziet aan alles aan de jongen dat hij gewoon dat hij kwaliteiten heeft. Maar ja, goed, het moet wel allemaal, het puzzelstukje moet allemaal goed gaan passen en dat de puzzel in elkaar gaat vallen. En dat zullen we de komende weken gaan zien, hoe dat zich gaat vormen. Hoe is dat voor jou persoonlijk? Want jij hebt zelf ook op een hoger niveau gespeeld dan ADO. Merk je dan dat je daar een klik mee hebt, dat jullie elkaar begrijpen? Ik moet zeggen, ik heb nog niet heel veel met hem in een partij gespeeld. In de kleine dingetjes, positiespelletjes, paas en trappen. Ja, dan zie je aan alles dat die jongen ook gewoon op een hoog niveau heeft gevoetbald en getalenteerd is. Dus een welkome versterking voor onze groep. Tot slot, er komen weer vervelende weken aan als het gaat om corona. Je ziet de aantallen oplopen. Wat doet dat met jullie als groep? Jullie zijn er natuurlijk mee bezig, jullie moeten hier aan allemaal protocollen houden. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je je focus eigenlijk op het voetbal wil hebben. Maar als je dan weer hoort dat er mogelijk binnenkort geen supporters meer mogen komen, dat het misschien wel weer dicht gaat. Ja. Hoe lastig is dat om dat onderscheid te blijven houden tussen voetbal en wat er daaromheen allemaal mee speelt? Nou ja, voor ons, ik proef niet heel veel onrust in de groep daarover. En wij hebben het gelukkig momenteel goed onder controle. En
ja, we hebben het begin van de voorbereiding natuurlijk die situatie gehad. En daar heeft de club goed op ingespeeld. En het is eigenlijk daarna is dat gewoon goed gegaan. En tot de dag van vandaag gaat het nog steeds goed. Iedereen is zich bewust van de situatie. Iedereen gaat er goed en goed en positief mee om. En wij hebben daar geen invloed op. Wij moeten gewoon zorgen dat we allemaal onze verantwoordelijkheid pakken. Zowel buiten de club als binnen de club. En zorgen dat iedereen beschikbaar is. En met een volledige selectie gaan we ergens aan bouwen. En gaan we hopelijk een mooi seizoen van maken. Maar ik kan me voorstellen dat het ook lastig is. Want je werkt ergens naartoe. En dan misschien 5 minuten of 10 minuten voor de wedstrijd hoor je in één keer dat iemand niet mee mag doen. Ja, dat hebben wij dan als team nog niet gehad. Maar ik kan me voorstellen dat het misschien voor een trainer nog wel veel moeilijker is. Kijk, als een speler ben je uiteindelijk altijd nog een individu. Natuurlijk heb je bepaalde gevoelens bij medespelers. Is er een hele belangrijke kracht in je elftal die ineens wegvalt, dan zal dat wel een aderlating zijn. Maar wij hebben daar gelukkig nu niet mee te maken. Dus daar wil ik me zo min mogelijk druk om maken, zeg maar.